allemaal, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steve de Remus, jawel. Ik heb vandaag van allerlei dingen opnieuw op het programma te staan. Ik ben nu een grote vlog van gisteren nog in elkaar aan het zeggen, de zwemvlog natuurlijk. Ik hoop dat jullie het er hebben van genoten, van de zwemvlog. Ik moet daar nog een kleine muziekje nog in toevoegen, dus freeway copyright music heb ik nodig. En het is al 10:20 en ik moet daar om 10:45 zijn, dacht ik. Ja, 10:45 moet ik daar zijn. Dus even door pushen. Ook met music, free music. En dan free right, copyright music. Of no copyright sounds. Wacht, hè. Was no copyright sounds? Ja, yeah, no copyright sounds. Daar zoek ik altijd mijn muziek uit. VLC. Vanessa. Oh, je bent aan het uitleggen van je vlog. Ja. Deze begint altijd als eerste. Superloo. Ja. Dus nu ben ik zo ook de muziekjes aan het zoeken die dan daarin kunnen. Bijvoorbeeld met die timestepje wat daar ook in zit in mijn vorige vlog van te wandelen. Dat is zo 1 minuut 31. Dus 1 minuut 32 moet ik altijd erboven zitten. Dus dan zoek ik zo aan naar muziek toe. Luister ik even. Voor mij geen, hè. Ik vertrek direct, hè. Ik weet het, schat. Ik weet het. Ik ben aan het denken van hoe ga ik zo een kopje koffie mee nog kunnen nemen naar... Huh? Oké. Okay. Ja, en waar moet ik die insteken? Gewoon die handen houden. Ja, handen houden en hier met een vlag. Ja, als je die vlag moet opbouwen op de grond. Ja, dat meeslepen is zo. Ja, dan kun je geen. Nee, kan ik geen koffie. Ik wil koffie. Ik wil koffie. Ik wil koffie. Nee hoor, mensen. Wat blijft? Komen ze wel leuk te doen, hè mensen? Dus ik heb nu ook hier deze muziekje heb ik dus gevonden. Ja. Deze zet ik die dan er nu tussen in mijn vlog. Voilà. Dat is altijd iets te groot. Je ziet die lijn joink, veel te groot. Dus wat doen we dan? We gaan dan naar het einde van de lijn toe. En deze maken we dan kleiner. Voilà. En dan... uit effecten! Jee, dat dat zo dan stilletjes af aan gaat. Voilà. Nu ga ik me klaarmaken voor de Rode Kruis Alken. Nou, opschieten. Ik ga de voet daar naartoe. Oei, je staat ook nog een natte. Hier staat een notte. Oké, okay, die hier normaal gezien niet mag staan. Maar voor de ambulance, brandweer en al. Ach ja, wie ben ik om dat te zeggen? Ik ben nog heel snel aan het kijken hier als ik hier mijn koprolstuk niet terugvind. Hier ben ik. Ik heb hem nog kwijtgespeeld en ik weet niet waar die naartoe is. Godverdomme. Ja, ik weet niet waar die naartoe is gegaan. Boven ligt die ook niet, hieronder ook niet. Dus straks eens deftig eens bekijken. Maar nu ga ik de wandelvlog opnemen. Ik ga toch nog eens gewoon snel kijken. Allee, sneller. Sneller.
Alassa. Even hier onderin kijken. Daar onderin kijken. Nee. Maar normaal gezien heb ik die altijd hier in mijn auto liggen. Maar nu deze keer dat niet. Daar vind ik het heel raar. Oh. Echt waar, ik moet dat hier nog eens uitpluizen. Hè. Uitmesten bedoel ik. In ieder geval de 10 kansen lag hier wel, maar waarom nu naartoe is gerold of zo? Ik weet het niet. Ik zal dit ook nog gauw doen. Is er nog in? Voilà, dat is alweer al mestvrij. Zo. Even kijken in mijn deuren. Misschien hier nog onderin. Nee, hier onderin kijken. Nee. In mijn deur eens kijken. Nee, niks zie. Dus ik zou zeggen, Dimitri, je bent je eigen ruiten in aan het gooien. Ja, ik wil het niet. Dus ik ga nu. Allee, salukes. Even deze nog sluiten. Voilà. Go. En kijk maar eens de vlag vasthouden. Joejoe. I want you to jump like you trying to get stuck in the air. If you feel it so let it go. Maar oké, ik wacht dan op mijn collega's van het Rode Kruis. Hier in Alkekijk gaat alles door. Ik moet de vlag vandaag houden bij het Rode Kruis hier in Alken. Dus dat is mijn dag. Nee, ja, mijn dagplanning. Mijn voormiddagsplanning. Ik zal het zo zeggen, mijn voormiddagsplanning staat dan zo op het programma. Terwijl is hem ook mijn vlog in elkaar aan het steken bij mij thuis. Dus het komt allemaal wel goed. Wait, ik heb even iets hoger zetten. Oei, ja. Voilà, staat daarbij. Dus dan weten jullie dat. Goed, dan de vlog komt nog wel perfect op tijd online. En ik ben hier nu in Alken. Wat een beest. Wat een beest die daar staat. Wauw. Nice. Allee, ik ga nog even wachten. Om mijn collega's. Tot straks. Ik heb hier de Rode Kruisvlag. Ook voor in de kerk. Dus alles is in orde. Oh, ben ik blij om dat ik daar eens mee kan maken. En al ook weer om met de Rode Kruis mee. Het is een dag om niet te vergeten weer al. Allee, tot straks allemaal. Dus ik ga richting ook mijn collega's. Zo zit ik nu hier in de kerk. Dus ik kan ook niet meer hard praten, mensen. Dus hier zit iedereen te wachten nu. We hebben hier daar staat ook onze vlag. Dus nu gewoon wachten op de mensen dat gaat beginnen. Even alles is te goed is volgen, hè. Hoe dat allemaal is. Thank you.
tweede lezing is genomen uit de brief. Hoi hoi. Ik denk dat we sinds corona niet meer gedoen met de beestjes. Ik denk het ook. Nu gaan ze ook nog. Ja, nu zijn de communicantjes achter ons aan het zingen. Dus we zijn nu naar die kapelken aan het gaan. En ik heb nog altijd de vlag vast. Het allerheiligste sacrament. U leert ons om barmhartig te zijn zoals uw hemelse Vader. En u heeft ons gezegd: wie mij ziet, ziet de Vader. Dus een keer zijn. Zo, voor de vlag te dragen is nu ook al volledig gedaan. Wauw. Als ik 2 flessen wou, 27 euro. Ik had nog maar 26. Voor 2 flessen 27 euro. En sigaretten. Ah ja, oké. Oef, toch al. Voor 2 cola flessen 27 euro. Dat zijn dan gouden. Ik zeg mij wat staan doen. Zeg je iets van geloof van God? Ja. En ik ken niks van het geloof van God, dus hebben mij alles moeten te goed moeten uitleggen. Die van de ene en van de andere van het Rode Kruis.
Maar het was wel leuk. Hier zeg, nog iemand van het geloof. Ja, dan zetten de mensen meestal ook hun kruisjes en al ja. Uit, ja. Ja, ik even zo'n gebied zonder de vlog praten. Dus we hebben hier een hele mooie tour gedaan hier in Alke Centrum. En dan zo zijn we nu terug aan het wandelen naar mijn appartementje toe. Tot straks allemaal. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Kijkers, ik heb weer gezien, dus met het vlog in elkaar te steken, dat ik niet heb afgerond met dat van het Rode Kruis. Dus bij deze ga ik het dan doen. Ik hoop dat jullie heel die processie leuk hebben gevonden, wat ik heb gefilmd in Alken. Dus vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op mijn belletje te drukken. Dan blijf je zo op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Dus zoals altijd, dat ik zeg, yo, 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 yo.